Morgen vroeg gaan we naar huis. En daar komt nog een verrassing bij kijken, maar dat vertel ik jullie morgen. Tot die tijd gaan we het meeste proberen te halen uit vandaag. We hebben veel werk op de planning. En rond 6 uur hebben we een reservering staan bij Calador. Restaurant genaamd Lola. Lola Mallorca. Eigenlijk. Lola Mallorca, ja, dat schijnt wel een leuk restaurantje te zijn. Dus dat is een mooie afsluiter, hè, van deze vakantie. Vond je het leuk? Ja, zo leuk. Het is aan de ene kant echt super snel gegaan, omdat ja. we zoveel hebben gedaan. Maar aan de andere kant, ja. Lijkt het alsof we echt wel hier al jaren zitten. Ja. Maar goed. Dat was wel heel leuk. Dat was heel leuk, ja. Nou jongens, hallo vanuit het washok. Ik heb even al mijn kleding gewassen. Dat is wel fijn dat die optie er ook is. Zo. Geen strings achtergelaten. Nou, dat hangt allemaal. We hebben wel hondenvriendjes gemaakt. Hè? Kijk hoe blij ze zijn om ons weer te zien. Nou, heeft hij al zijn kop tegen jouw been aangedrukt? Oh, dit is zo lief. Hij vindt je gewoon heel leuk, denk ik. Nou jongens, dit is ultiem jeugdsentiment. Maximum ijsje. Is het alleen Spaans, Sam? Ik denk het wel. Maar je hebt wel een soort gelijke dingen van. Aan de ene kant het koekje, aan de andere kant een Magnum. Een soort van. Cheers, meis. Cheers. Mm. Ja, wel lekker, hè? Mm. Alles vliegt weg. Welk ijsje bestelden jullie altijd op vakantie? Maakt niet uit waar. Ik toch wel altijd een Magnum. Of ja, dit ook wel is. Of van die hele rare ijsjes, of zo'n bakje met kleine chocolade ijsjes. Of Solero Soft. Oh ja. Zie je nog dat van die bolletjes? Ja. Ja. Zo lekker. En die Timon en Pumba ijsje met die snoepjes erin. Oh ja. Wat leuk. Hallo, hallo. Het is 3:30. We hebben echt heel veel gewerkt vandaag. Ik klap net de laptop dicht. Nog niet klaar, maar ja. Wanneer ben je wel klaar? Het is de laatste avond, dus nu is het wel genoeg geweest. Ik ga even kijken of de was al opgedroogd is. En dat hoop ik eigenlijk wel. Want ik moet hier wat aan gaan doen. Kijk even wat ik ben, jongens. Echt, als dit er al vol uitziet. Hoe kunnen dan ooit al die andere jurkjes er nog bij passen? Nou, even naar buiten. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oh, dit is al droog hoor. Deze ook. Nou, wat fijn. Het is allemaal lekker. Oh, deze nog niet. Ik ga het lekker meenemen. Oké, alle kleding ligt op bed. En nu is het aan mij de zaak om dat hierin te proppen. Let's go. En hier nog een wappa, ik ben die emoji van WhatsApp. En dit is dus eigenlijk een setje. Kijk, rokje en een shirtje. Ik heb deze ook wel eens aangehad met een spijkerbroek en dat is echt een hele andere outfit. Het is van Sam Friday. Hola. Hallo. Hallo. Nou, schorer dan dit kunnen we niet worden, want het is onze laatste dag. Vanaf hier is het alleen maar omhoog. Ja. We hebben wel de perfecte dag uitgekozen, Saf. Het is een beetje dood. Dinsdag, ja. Er wordt geen Het is maar goed dat we gereserveerd hebben. Maar het ziet er wel allemaal heel schattig uit, vind ik. Ja. Wordt vast gezellig, ook al is er niemand dan nog. Hebben we genoeg aan elkaar.
Ja, laatste eind. En we zeiden net, we zijn een beetje overdressed, maar dat mag dan ook wel, vind ik, voor een laatste avond. Toch? Het is onze laatste avond, dus we moeten ook gewoon lekker uitpakken. Ja. Kijk nou, wat schattig dit ook, hè? Ja, zeker leuk. Hoi. Hey. Waar is het nou? Ja, hier, deze. Oh. Zullen we hier gaan zitten dan? Ja, ik weet niet, ik moet even vragen. Nou, ik denk niet dat we door moeten geven dat we gereserveerd hebben. Nou ja. Muy buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy. We hebben een broodje als voorgerecht besteld en kijk nou even dit straatje, jongens. Zelfs met vrij weinig mensen voel ik wel de sfeer. Ja, ik denk wel dat het goed is. Ja, ik ook. Nederlands tijd. Ja, het is wel ook echt heel bizar vroeg gewoon. Ja, dat is niet fit. Ja, ja. Nou, snij maar aan, Sap. Ja. Oh, Sap, dat ziet er goed uit, hè? Ja, lekker. Van jou, die van jou ook, maar dit ook echt. Ja, ik hou ervan als hij een beetje aangekoekt is. En dat is hij wel. Ja. Heerlijk, hij ruikt ook echt goed. Nou, smakelijk. Smakelijk. Oh. Nou, jongens, het is nu toch wel alweer redelijk druk in dit straatje. Beetje leeg. Het is wel hier heel Nederlands, hè? Ja, dat wel. Je moet wachten. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Nou, deze auto heeft heel veel uren dansplezier bezorgd. Hoeveel kilometers hebben we nou uiteindelijk gedaan? 1300 of zo? 1753, dus dat is 1500 kilometer bij gereden. Nou jongens, we zitten op het vliegveld. Dit is de laatste dagvlog. Ik zie net dat ik in de vorige vlog zei dat er nog twee kwamen, maar dat is mentira, dat is een leugen. Ik heb wel heel erg leuk nieuws. Zal ik dat in deze vlog vertellen? Ja, dat is wel leuk om mee af te sluiten. Ja, want ik zit dus met Sap hier bij dezelfde gate en dat is met een reden. We hebben namelijk beide een nationale vlucht. Zeker. Want ik vlieg niet naar Amsterdam, maar naar Malaga. Voor werk, last minute, moest ik die kant op en heb ik mijn ticket omgeboekt. En daar zal ik nog een week zitten, dus jullie zien in de volgende week vlog. En die daarop denk ik dan voor een gedeelte, ja, zien jullie Malaga terug en ja, daar heb ik natuurlijk onwijs veel zin in. En nou, dan zien jullie vanzelf wel langskomen. Leuk. Vond je het allemaal leuk, Sap? Ja, superleuk. Ja, ik vind het echt zo jammer dat het weer voorbij is nou. Maar nou. Wat zeg je nou? Nou? Nou. Ik dacht zo nou. Nee, zo bedoelde ik het niet. Nee, ik vond het echt heel leuk. Ja. Echt zoveel gelachen. Ja, echt niet. We moeten eigenlijk nog een verhaal vertellen voordat we deze vlog afsluiten. Gaan we dat vertellen? Ja. Dat is een heel raar verhaal. Gisteren zaten wij dus op het terras. Of eigenlijk vannacht. Ja, een paar uur terug. In Calador waren we heen gegaan om te eten. Om 6 uur al. Maar daarna bleven we voor wat drankjes. En op een gegeven moment, ja, wij zitten al 10 dagen samen. We hebben alles al zo'n beetje besproken. Dus dan ga je over naar de luchtigere onderwerpen. Dus waar hadden we het over? Voeten? Over mijn teenkracht. Ja, ik zei, Sap, wist je dat ik hele sterke tenen heb? En toen zei jij, nou, laat me zien dan. Jij zei altijd erover dat je dingen kan optillen met je voeten. Ja, oh ja. Bierflesje en zo. Ja. En toen zei je, ik kan ook heel sterk knijpen. Ja. Zei ik, nou, doe maar eens in mijn kuit dan. Ja, doe maar eens voor. Maar toen zei je, pas wel op, want als het te hard is, ga ik schreeuwen. Ja, en we zaten echt, het was een heel vol terras, maar niet een luidruchtig terras. Dus het was stil, ja. Ja, het was best wel stil. Dus ik concentreer me echt to the max, want ik moest gaan knijpen natuurlijk met mijn tenen. En Sap zit ook helemaal gefocust op die knijp die er gaat komen. En op het moment dat ik zo doe met mijn tenen, wat gebeurde er nou? Toen trok ik mijn been weg, want ik dacht, ja hallo. Ja, dat doet pijn. Dat doet pijn. En toen kwam er net een ober aan. En die zei wat. Die zei, ja, precies die zei, op dat moment. Maar niet eens tegen ons, maar gewoon tegen een andere tafel. Ja. En toen schrok ik toch zo erg op de een of andere manier dat ik een kreet. Het was echt zo erg, jongens. Echt een. Want het stomme is nog. Keihard ook. Volgens mijn beleving was het Sap die gilde. Ja. Zeg zo ook inderdaad van. Nou,
Waarom gril jij? Ik gril helemaal niet. Hoe is jij? Nou echt, ik, wat voor gril was het? Hoe is het nou? Maar zachtjes. Dat is echt een dierenkreet gewoon, ja. Dat is echt een kreet en iedereen zat ik echt te kijken. Ja, iedereen keek ons aan, die ober, die rende weg van de tafel. Logisch ook. Ja, het was echt heel erg gênant, ja. Dus dat was de highlight van gisteren en daardoor ook weer janken van het lachen. Ja, niet te doen. Dus dat was een mooie afsluiter. Heel erg bedankt voor het kijken. We hopen dat jullie de dagvlogs leuk vonden. Wij vonden het in ieder geval heel leuk en ook een leuke herinnering voor later. Ja, sowieso. Ja, dus nou, hartstikke bedankt en tot snel. En wij zien elkaar weer, we zien jou weer over 2 maanden in Malaga. Oh ja, ja. En dan ben jij er ook. Dan ben ik er ook. Dus, superleuk. Adios. Tot snel. Doeg. A place it on the